Voor delen van de gemeenschap leek het alsof er gisteren een bom was afgegaan op het nieuwe havencomplex. Echter was NV Havenbeheer slechts bezig met een multidisciplinaire simulatie. In een persconferentie gistermiddag is de leiding van NV Havenbeheer samen met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, en het Korps Politie Suriname, KPS, ingegaan op het belang van deze oefening. Directeur Andreas Talea van NV Havenbeheer zegt dat volgens de Internationale Maritieme Organisatie het verplicht gesteld is dat havens op bepaalde momenten havenoefeningen moeten organiseren om in te kunnen spelen op bedreigingen die zich mogelijk kunnen voordoen. Talea benadrukte dat de veiligheid op een havenfaciliteit zeer cruciaal is. Een haven is een economisch knooppunt. En het is ook tevens een point of entry. En het is mede daardoor een doelwit. Wil men schade berokkenen aan de economie van een land, in deze Suriname, dan is zo'n havenfaciliteit, zoals is aangegeven, een doelwit. En dan moeten we op alles voorbereid zijn. Kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van NCCR, vindt het goed dat zo'n training is georganiseerd. De training is niet helemaal vlekkeloos verlopen. In de evaluatie zal er volgens hem nagegaan moeten worden wat beter had gekund om in de toekomst beter te doen. En ik denk dat dat zeer serieus moet worden genomen, omdat anders leer je niet. En het is goed om dat te benadrukken. Vanuit NCCR moet ik zeggen dat deze oefening eentje is geweest waarbij er geen sprake is geweest van opschaling. Dus er is geen opschaling geweest, het is alleen maar geweest de autoriteiten die op de haven hebben gewerkt. En waarbij dus, laat maar zo zeggen, NCCR heeft eigenlijk de rol van NCCR in deze is geweest dat meer een waarnemingsrol en een adviserende rol en natuurlijk het kijken hoe wij eventueel de volgende keer verder kunnen gaan met zo'n oefening. NV Havenbeheer is in november 2022 gestart met de organisatie van deze multidisciplinaire oefening. Het doel van de oefening was om het personeel in de gelegenheid te stellen te oefenen in het reageren op bedreigingen, maar ook om de onderlinge samenwerking met de diverse diensten te toetsen.